Daar zijn we weer. We zijn vandaag bij Jasper en Martine gaat haar haar verven en een beetje knippen. En ik eigenlijk ook. En we hebben Saar meegenomen. Oh, en Toeps die piept. We zullen wel even naar Toeps toe gaan. Toeps is de chihuahua van, kom maar Saar, van Jasper. Kijk naar Toeps toe. Goed zo! De kennismaking van Toeps en Saar. Goed zo! Hey! Dat is een Toepsie. Oh ja. Ik denk, Saar is alweer bang. Of bang, ja, die onderdanig. Hij wordt helemaal opgewonden. Ja. Nou, is die goed gekeurd, Toeps? Is Saar goed gekeurd? En zo, nou, eens even wachten. Hé, hey, Toeps, wat is dat? Ik dacht dat ik weet niet goed doe. Ik heb het helemaal hoofd gedaan. Dat dacht ik echt, dat ik lekker lekker. Ja, dus ik heb geen idee of ik het echt een beetje goed gedaan heb, maar... Martien, je haar danst. Wat een pen. Nou. Asja, ga je op het bed van Toeps? Oh, mag het wel van Toeps? Van moet je wel verwachten dat je sneer krijgt hoor. Toppie. Censureren, hè? Ja. Balkje overhouden. Gaat het worden 10? Bijpunten en een beetje lok, want die was heel lang en daar kan ik niks mee. Dus, en dan moet ik even verder zien hoe we dan doen. Leuk. Oranje ofzo. Oranje? Groen. Voetbal. Paars. Voetbal. Ja. Nou, het kapsel is geknipt in ieder geval. Ik heb weer een lok, want zonder lok ben ik geen Martine. Het is nu ongeveer tot hier, dus het is wel een stukje langer. Ja, iedereen vindt het gegroeid behalve ik, maar ik ben ook gewoon een zeugel. Dus het is gewoon weer allemaal bijgepunt. Nu maar wachten tot het weer een beetje gaat aangroeien. En ik ga er een berg highlights in gooien, alvast voor Italië. En ik ga een beetje richting goudblond-achtig, iets warmer, een beetje wat ik al had. Ja, spannend. En voor de highlights gebruiken we een of ander leuk blauw goedje. Deze zijn ook al vriendjes. Ze zijn nog steeds aan het spelen en eigenlijk zijn ze heel erg moe. Althans, Saar is eigenlijk heel erg moe. Nee. Het is een feest, want er komen steeds meer honden bij, joh. Er zijn er nu 3 bij. Saar heeft erg gezaaid, die zit hier achter, zoals je ziet. Daar, zwarte hoopie. Ja, maar ik denk eerder dat ik gezien, die heeft iets zien bewegen. En met een meisje in de verf, die wordt wat een tintje donkerder, maar nog wel goud. Ja. En ik ben mevrouw Foliehoofd. Ik heb overal folie en het ruikt heel erg naar bleekmiddel. Ik schat in dat ik een stukje blond word. Dat is toch wel leuk, terug naar Italië gaan. Daar ben ik. Mijn haar is nu geverfd. En zometeen gaan we nog even een heel klein beetje bij knippen. En we hebben het al even over mijn trouwkapsel gehad, wat ik daar mee wil. En binnenkort gaan we dan voor een proefkapsel. En Saar ligt hier lekker op de grond. Liggen het daar. Ik heb tijd van mijn leven met Toeps. Klaar! Leuk hè? Absoluut niet cool jongens dit. Dit is echt, wat zei je nou? Goud, beige, blond? Ja. Goud, beige, blond. Nu willen wij nog. Of, ja, ik heb ook een man hè. Mijn man, Hendrik. Ja, mijn man, is die er eigenlijk nog? Zo, Willemijn is ook weer klaar. En wat is het geworden? Donkerder? Tintje? Donkerder? Nou, misschien wel. Ja, bovenop een beetje donkerder. Ja, want daar vaagt het dan helemaal zo, wordt het helemaal zo bleker. Het is lang gebleven voor de bruiloft, hè? Ja, ook ja. Niks van mijn lok af, want dan kan het straks in het kapsel. Nee, maar dat is wel mooi. Het maxima kapsel, hè, misschien. Ja. Duimpje omhoog als jullie de proefkapsels willen zien. Of mogen zien eigenlijk, dan moet ik eens vragen of het wel... mag. Nou, je weet toch nog niet, als het de proefkapsel is, weet je natuurlijk nog niet zeker nee, of het wordt. Dat is waar. Dus misschien duimpje omhoog als jullie het willen zien. Zo. We hebben hier net geluncht. Het heet De Biechtstoel in Groningen. Zit ook aan Damse Diep, eigenlijk bijna naast Jasper. En we hebben echt super lekkere boterham op met mozzarella, tomaat en pesto. En een soort gefrituurde zoete aardappel erbovenop in de vorm van chipjes. En het is echt super leuk. Maar we zijn weer klaar om naar huis te gaan, want Saar is er eigenlijk een beetje klaar mee, geloof ik.
Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Ja. Thuis van Japser. Japser. Was er gezellig. Veel honden gezien. Ja, er kwam nog een man binnen met nog 3 honden. Dus dan hadden we Toeps. Heet hij nou wel Toeps? Hij heet Toeps. Ja, Toeps, Saar en nog 3 andere honden. Dus Willem. Dat was één gezellige boel. Ja, Willem inderdaad. En Willem was de zoon van papa en mama die ook mee waren. Een gezinnetje. Je was wel heel lief, Willem, moet ik zeggen. Ja, een lieve Willem. Leuk. Ze staan er trouwens ook op, heb jij het ook niet gezien? Maar je ziet ze wel een beetje in, okay, in de film, leuk. Een beetje rondlopen. Dus nou, dit is het geworden. Dit is, ja, jullie waren heel benieuwd aan de hand van een Instagram foto met allemaal losse extensions hoe het geworden is. Vertel even. Nou ja, ik heb natuurlijk wel ik heb nog stukjes film als je die wil hebben, maar dan moeten we maar even kijken wat we daarmee doen. Maar dit is het geworden. Ja, wel grappig. De omgeving vindt het allemaal een stuk langer, maar zelf ben je natuurlijk nu gewend aan heel lang haar. Dus ik denk, ja, dat is het denk ik. Ja, en ik denk dus wat groeit mijn haar langzaam. Maar ja, misschien ik vind het echt mee. Nog best wel lang geworden. Eigenlijk nu als ik het in de camera zie, denk ik, oh ja, het is wel een stuk langer. Ik ben er wel heel blij mee. Ik ga het dus ook wat langer laten groeien ietsje. Misschien niet heel lang, maar het voelt nog lekker zacht. Ja, en ik heb het dus, ik wou highlights er doorheen en eigenlijk is het veel lichter uitgepakt dan ik dacht. Dus ik ben opeens helemaal een beetje koper, goud, blond, nog wat geworden. Ja, jij wilde highlights. Ik wilde highlights en ik dacht dat het meer blonder zou worden. Maar ik ben vooral veel koper de kant op gegaan. Maar dat vind ik ook wel heel erg leuk. Dus ik ben er heel erg blij mee. En ja, het is even wennen. Nou, en ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde recept als wat altijd. Ik heb gewoon de uitgroei een beetje gedaan. En dan een soort van spoeling eroverheen. En dit verandert bij mij altijd in de loop van de weken altijd naar heel mooi goudblond. Dus dat wordt straks ook weer een beetje goudblond. En tot die tijd is het een beetje wat donkerder assig. Het leuke is eigenlijk dat oranje blij met haar, hè? Ja, het oranje is inmiddels wel echt uit mijn haar. Ja, ja. Het was vroeger strawberry blond, maar dat is nu... Nu is het eigenlijk meer gewoon echt blond geworden. Dus ja. Daar heb ik de laatste tijd natuurlijk al wel gehad, hè? Ja, dat klopt. Ja. Dat is ook zo. Maar nu pas valt, soms valt het dan niet op. En eigenlijk denk je nu, ja, het is er echt uit. Ja, inderdaad. Hier, dit oranje is er helemaal uit. En het hele rode ook. Verder eigenlijk bijna niet geknipt. Normaal heb ik het wel een stukje korter, maar ik heb het nou weer niet echt laten knippen. Heel klein beetje gepunt. Zodat... nou ja, straks het bruidskapsel leuk kan vallen. Want ik heb bijvoorbeeld ook mijn pony laten we zo lang mogelijk nog groeien tot de bruiloft. We hebben nog 2,5 maand. Zodat hij hopelijk in het kapsel straks kan. Maar je hebt wel een idee, hè, van kapsel, wat je ongeveer een beetje... Ja, inderdaad. En binnenkort ga ik dan voor een proefkapsel en ik zal wel eventjes fotootjes maken. Dus volg me dan zeker even op Instagram, WillemijnVL. En Martine dan ook gelijk even. Ja, @martini10 en met 3 i's op het einde. De lastig. Links staan wel hieronder bij YouTube. En verder, dus ja, dat is het eigenlijk. Ja, voorlopig moeten jullie het doen met deze koppen. Hopen dat je het leuk vond. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei. Doei.